De oername bestuurder had een groot part van het personeel toen hij bij Witteveen aan het werk kwam. Om hoe volle van de trein jontig meiwerkers het giet is nog net bekend. Het gaat om een fors deel, dus enkele tientallen mensen zullen opnieuw een dienstverband aangeboden krijgen. Dat dienstverband is niet een vast dienstverband, maar via een uitzendbureau? Dat is voorlopig geen vast dienstverband, die mogelijkheid zit er wel in. De bedoeling is dat de mensen eerst via taxiwerk, dat is een vorm van een payrollbedrijf, aan de slag kunnen. En dat heeft er ook mee te maken dat het voor Witteveen op dit moment nog volkomen onduidelijk is of alle opdrachtgevers inderdaad wel naar Witteveen zullen overstappen. En dat ze even voorzichtig moeten zijn met het aanbieden van vaste dienstverbanden. We komen nog parteren om te zien hoe de tiende takkomst verder maakt met het vieren van de ritten.